In deze aflevering van Hardware TV, vooruitblik op moederborden met Z77 chipset. Welkom bij Hardware TV. Deze week is in Hannover de CeBIT computerbeurs. En een van de belangrijkste dingen die je daar kunt zien is een nieuwe generatie moederborden met Intel Z77 chipset. Nou, eigenlijk hoef je er niet voor naar Duitsland te gaan, want heel veel van die moederborden, zoals ze nu op CeBIT worden getoond, hebben hier ook al liggen. Ja, ja, nou ja, de Z77 chipset, ja, die heeft een aantal vernieuwingen met zich meegenomen. Een van de belangrijkste dingen is natuurlijk dat hij geschikt is voor de nieuwe generatie Intel Core processors die er zo meteen aankomt. Ja, maar daar is hij ook eigenlijk primair voor bedoeld. Ja, ja, kijk, als je nu nog een Centibit hebt, gaat er ook op werken. Maar ja, eigenlijk zou je zo meteen met die nieuwe generatie hem willen uitrusten. Ja. Het is de opvolger van de Z68 chipset. Dat is eigenlijk de meest luxe chipset voor socket 1155. Die toen wat later beschikbaar kwam voor Sandy Bridge. Ja, het was een beetje, die chipset was het beste van twee werelden, noemden wij hem. Je had toen de Sandy Bridge socket 1155 processors uitkwamen, had je eigenlijk als liefhebber twee keuzes. Enerzijds de P67 chipset. Dat was een high-end chipset met overclockmogelijkheden, alles erop en eraan, maar geen mogelijkheid voor de geïntegreerde videokaart. Aan de andere kant had je H67, die chipset had wel mogelijkheden voor de geïntegreerde videokaart, maar die miste weer alle overclockmogelijkheden van de P67. Dus dat was een beetje een mediacenter moederbordje, noemde dat eigenlijk. Ja, exact. Nou, toen kwam eigenlijk pas na een enkele maanden kwam de Z68. En die combineerde dat allebei, dus en de overclockmogelijkheden en de geïntegreerde videokaart gebruiken. En daar kwam nog eens bij dat een nieuwe functionaliteit, Intel Smart Response, dat is die SSD caching functionaliteit. Nou, bij die nieuwe generatie chipset, zeg maar de 7-serie van Intel, komt er geen echte opvolger van de P67. Dat is echt voorbij. Het wordt gewoon puur Z68, wordt overgenomen door Z77. En dat wordt de high-end chipset, ja, waar we de bordjes, waar je als liefhebber de moederborden mee gaat kopen. De vraag is nu, was nu ook al een beetje van, ja, waarom zou je nog een P67 kopen als er ook een Z68 is? Dus ja, het is eigenlijk op zich wel een hele logische keuze dat Intel bij deze nieuwe generatie zegt van, we doen alleen maar Z77. Ja. Nou, wat zijn de verschillen? Belangrijkste verschil eigenlijk tussen de borden, maar dat heeft eigenlijk niks met de chipset te maken, is het feit dat al deze borden ondersteuning bieden voor PCI Express 3.0. Nou, Intel heeft natuurlijk al tijdens IDF gezegd dat hun volgende generatie processor PCI Express 3.0 gaat ondersteunen. Dus dat mag inmiddels geen geheim meer zijn. Als je die dus hier opstopt, heb je PCI Express 3.0. Stop je er een Sandy Bridge processor op, daar zit uiteraard niet zo'n controller in. Heb je dus niet en wij dat gewoon naar PCI Express 2.0. Het andere belangrijke verschil is, als je natuurlijk gaat kijken, al deze borden hebben minimaal 4 USB 3.0 aansluitingen. En als je goed gaat zoeken, kom je geen extra controllerchips tegen. Dus de Z77 chipset heeft gewoon 4 keer USB 3.0 geïntegreerd. En daarnaast nog eens 14 keer USB 2.0. Dus ja, wat dat betreft, moederborden met USB 3 is natuurlijk niet bijzonder meer. Maar de moederbordfabrikanten sparen zich dus eigenlijk gewoon die losse controllerchips uit. Plus, omdat het nu echt geïntegreerd is, zul je qua bandbreedte natuurlijk wat minder snel tegen limieten aanlopen. Ja, het heeft wel heel erg lang geduurd voordat Intel eindelijk een keer die ondersteuning voor die USB 3.0 standaard bood. Ja, AMD deed dat eerder. Wat eigenlijk heel gek is, want Intel zit eigenlijk bovenop die standaard. Dat is eigenlijk de belangrijkste ontwikkelaar van die standaard. Bovenop is niet het juiste woord, want er zouden zeggen heel veel dingen van het USB-comité. Die zitten ook op de campussen van Intel. Ja, dus ja, een beetje vreemd dat ze ermee later mee waren. Het geldt hetzelfde voor Serial ATA. Intel is de belangrijkste contributor, noem je, dus de belangrijkste medewerker aan de Serial ATA standaard. Maar nog steeds bij deze Z77 chipset vinden we maar 2 keer SATA 600 en 4 keer SATA 300. Precies hetzelfde als bij de Z68. Een beetje zielig. Ja, terwijl AMD heeft al nu 2 generaties lang 6 keer SATA 600. Dus het is mij niet helemaal duidelijk waarom die beslissing wordt genomen. Daar zullen ze vast heel lang en goed over na hebben gedacht. Nou ja, hebben in ieder geval een hele stapel leuke borden voor ons liggen. Ja, we hebben nog niet de meest high-end moederborden van de fabrikanten. Dat zal allemaal langzaam wel komen. Een beetje mid-range. Exact. We mogen ze officieel ook nog niet testen. Dus over... Stiekem hebben we dat natuurlijk wel een beetje gedaan, maar over de prestaties mogen we nog niet hebben. Maar we kunnen natuurlijk wel kijken naar de features.
naar de features, naar de mogelijkheden. Nou, bijvoorbeeld met deze te beginnen, de Gigabyte GAZ67X UD3. Nou, UD3, dat is zoals traditiegetrouw natuurlijk een beetje het instapmodelletje van Gigabyte. Ja, opvallend is natuurlijk het slot voor een mSATA-module wat op het midden op het moederbord zit. Dus daar kan je zo'n SSD'tje instoppen en dan van die smart response technologie gebruik kan maken. Ja, dat is natuurlijk, dat hadden ze bij een vorige generatie ook al. Die caching SSD's, dat zijn van die 20 gig SSD's die Intel heeft, die hebben ze zowel als extra SATA-module, maar nadat ook als mSATA. Nou, het scheelt weer een SATA-poort. Het scheelt een SATA-poort, ja, en het zit hier natuurlijk gewoon best netjes. Ik moet zeggen dat het bij die vorige generatie, het schijnt dat het niet heel erg succesvol was in de retail, in de losse verkoop, omdat ja, toch die mSATA-modules zijn niet heel makkelijk te krijgen, maar de optie zit er in ieder geval op. Ja, voor de rest aardig mooi ontworpen bordje uiteraard, onboardknopjes, hex display. Gigabyte heeft nu ook eindelijk ook zo'n grafische EFI BIOS. Daar zijn ze zelfs nog wel een stapje verder in gegaan, dat je dan een plaatje van het moederbord krijgt en gewoon onderdelen kunt aanklikken en dan dat onderdeel kunt configureren. Dus dat doen ze uiteraard aardig. Ja, hier aan de achterkant zie je 6 USB 3.0 aansluitingen. Eigenlijk alle versies waar je monitor tegenwoordig kan aansluiten vind je ook. VGA, HDMI, DVI en DisplayPort. Ja. Ook nog 2 eSATA aansluitingen. Ja, het enige jammer is dat de extra USB poorten hebben ze geïmplementeerd met een USB hub chip. Dus ja, dat is... Ja, een UD3, hè? UD3, dan moeten we op de UD5 en UD7 wachten. Ja, dan hebben we hier de MSI Z77A GD65. Nou ja, dat is ook wel een beetje het leukere instapmodel een beetje bij MSI. Ja, het zit altijd een beetje halverwege. GD65 kennen we natuurlijk al minstens 2 generaties. Is iedere keer weer het bord waar MSI de ideale gulden middenweg zoekt tussen veel extra features aan de ene kant, maar een bord ook betaalbaar houden. We weten dat zeg maar, bij de P67-generatie was de GD65 maandenlang het meest populaire bord in de hardware voor prijsvergelijker. En ook de Z68 GD65 was absoluut wel een populair bord. Nou, eigenlijk weer veel van de dingen die we kennen van die voorgaande borden zien we ook weer terug. Die military class 3 componenten, dus zeg maar extra goede kwaliteit componenten. De OC Genie knop, laten we hem niet vergeten, die automatisch het systeem overklokt. Je hoeft dat niet te begrijpen, gewoon op die knop drukken en het gaat sneller lopen. En dan gewoon een aan- en uitknop en een resetknop zitten erop. Ja. Een tweetal extra SATA 600 poorten zitten erop. Zo'n hex display dat je toch wat makkelijker kan gaan debuggen. Ja, zelfs voltagemeetpunten, eigenlijk zit erachter komen. Dat kost natuurlijk niks om te implementeren. Dus ja, dat ga je nu zelfs op de midrange borden eigenlijk zien. En een multi-BIOS die je hier middels een schakelaartje kunt schakelen. Ja, dus ja, op zich redelijk compleet. En met, zoals uiteraard de meest luxe dingen, die zullen we dan later op maar wel een hele leuke combinatie van de belangrijkste features, ja. Waardoor het toch wel waarschijnlijk ook weer een aantrekkelijke keuze gaat worden. Nou, Asus die hebben de productielijn al aardig draaien, want die lukte het al om ons op dit moment al 4 borden toe te sturen. Deze 2 zijn de P8Z77-V. Dat is eigenlijk gewoon hun normale, zij noemen dat dan de channel borden, maar dat zijn een beetje de borden gericht op de normale mens, zeg maar. We hebben de Pro en de Deluxe. Ja. Nou, zoals altijd. Even belangrijk, hè? Dus het heet V Pro, maar het heeft niks met V Pro te maken. Nee, het heeft helemaal niks met V Pro te maken. Die ongelukkige woordkeus die hebben ze al een hele tijd. Vermoedelijk heeft Intel er wel een paar keer van gezegd van, dat is misschien niet zo handig. Maar opnieuw inderdaad, de V Spatie Pro en niet V aan elkaar Pro. Wat is, als we met die Pro beginnen, al een aardig luxe bord. Je ziet eigenlijk opnieuw ook die blauwe kleurstelling. 8 SATA poortjes, dus toch gewoon een extra controletje voor 2 extra poorten. Intel netwerkchip zit er opnieuw. Gigabit natuurlijk. Gigabit uiteraard, maar ja, Intel chips presteren over het algemeen toch net even wat beter dan... Ja, we hebben ook vrij goede drivers erbij zitten waar je het een en ander kan instellen. Daarom. Nou, voldoende uitbreidingspoorten. Nou, 4 keer USB 3.0 is natuurlijk met deze generatie niet bijzonder, want dat zit er standaard op. Dat is wel even bijzonder. Ja, dat is een 8211N netwerkkaartje. Dat is zo'n 150 Mbit kaartje, 2,4 gigahertz van Azure Wave, die je er zo in kan plaatsen en waar ook een antennetje voor is meegeleverd. Ja. Ja, het is geen top netwerkkaartje, maar grappig dat het erbij zit. Als je je PC op een plek hebt staan waar je geen kabelverbinding hebt, dan kun je hem gebruiken. Ja, en je het niet erg vindt dat je een hele trage verbinding hebt. Ja. Dan de Deluxe.
die, de naam zegt het al, moet wat luxer zijn dan het standaard exemplaar. Laten we meteen maar met het netwerkkaartje beginnen. Nou, dat is een iets luxere versie, want er zit ook Bluetooth 4.0 en 3.0 op. Nou ja, dat zie je ook aan het extra antennetje wat erbij zit. Ja, twee antennetjes hier erbij. Ja, voor de rest, er zit een extra heatpipeje tussen, tussen de koelblokken. Extra netwerkkaartje. Zo zijn er wat dingen, wat meer knopjes. Dit zijn ook borden waarvan Asus zegt dat ze ze zo energiezuinig mogelijk maken. Er zit een DigiPlus technologie, noemen ze dat dan. Maar dat is alles aan boord om borden zo weinig mogelijk energie te laten gebruiken. En een BIOS-knopje. Ja. Nou, als je toch wat meer wil, dan kom je natuurlijk bij Asus al snel in twee series terecht. De Sabertooth-reeks en de ROG-reeks. Republic of Gamers. Laten we toch even met die Sabertooth beginnen. Ja, dan gaat het een beetje om stabiliteit en zo. Ik vind het altijd wel heel specie uitzien, die borden. Ze hebben het nu ook... het idee is dat dit de koeling verbetert. Hè? Ja, dit is eigenlijk iets wat ze bij de vorige generatie niet hadden. Maar de generatie daarvoor. Het idee is... je plakt het hele moederbord onder een plastic frame, zeg maar. En het idee is dus dat de koeling van de CPU-koeler... en dat is belangrijk dat je een zogenaamde top-down koeler gebruikt... dus een koeler die naar onder blaast. Die koude lucht die gaat dan eigenlijk onder het moederbord door... koelt alle componenten die tegenkomt... en aan de buitenkant komt het weer uit. Nou, een van de dingen die wij en andere websites ook altijd schreven... het is leuk bedacht, maar als dit al zou werken... dan gaat al die lucht er natuurlijk bij al die sloten... komt die natuurlijk weer uit. Ja, daar hebben ze nu wat op bedacht. Dat zijn deze dingetjes die je er zo in kan zetten... Ja. En die er dan kunnen voor zorgen om het nog wat te verbeteren. Ja. En deze die zet je dan in de geheugenslots die je niet gebruikt. Ja, nou, we gaan uiteraard kijken of dat qua koeling echt wat verschil maakt. Bij die eerste generatie waar dit op zat, moest je toch concluderen dat het voornamelijk voor de looks was. Is op zich niet erg, maar het ziet er wel bijzonder uit. Je kunt niet ontkennen dat je een bijzonder moederbord hebt. En wat een beetje traditiegetrouw bij de Sabertooth-borden is dat ze gewoon qua prijs-prestatieverhouding eigenlijk gewoon best oké zijn. Dat Asus gewoon voor relatief weinig geld toch een moederbord met aardig wat extra features weet te brengen. Er zit alleen niet zo'n wireless kaartje bij. Nee, er zit geen wireless kaartje bij. Er zitten wel nog twee fannetjes bij. Als je wat extra koeling wil, hier kun je er een in monteren en hierheen om die koeling nog wat beter te maken. Nou, je kunt er leuk mee stoeien. Asus zegt al, als je echt wil gaan overklokken... of ja, echt wil gaan gamen, dan moet je een Republic of Gamers bord hebben. Daar komen uiteraard ATX-versies van. De Republic of Gamers serie bij Z77 heet Maximus 5. Dat zijn de vijfde generatie borden die ze Maximus noemen. Die Formula en die Extreme, die hebben hier nog niet liggen. Die wordt wel tijdens Sabertooth getoond. Dus als er nog geen nieuwsbericht over op de site staat, dan zal het niet lang duren. Dit is de Gene. En ja, we kennen de naam Gene natuurlijk als zijnde... de micro-ATX-bordjes. En opnieuw is het er toch gelukt om een bord te maken... met lekker veel overklokmogelijkheden. In dat kleinere formaat. Voltageafleespunten. Een hex-display. Toch twee PCIe-Express-sloten. Uiteraard bij dit platform is het... als je SLI of CrossFire gaat draaien... wordt het beide keer 8 lanes. Maar omdat het PCIe-Express 3.0 is... is dat eigenlijk dezelfde bandbreedte... als 2 keer 16 lanes bij PCIe-Express 2.0. Al met al weer een leuk bordje. En hier is een uitsparing voor dat dingetje. Ja, dit lijkt een beetje op het kaartje wat we net zagen voor die wireless kaartjes die bij die andere borden zaten van Asus. Maar als je goed kijkt, kan je hier twee kaartjes in kwijt. En dat betekent dus dat je naar keuze kan je hier een mini PCI kaartje in stoppen. Bijvoorbeeld een wireless kaart. Ja. Of een M-SATA module. En dat is inderdaad weer zo'n SATA module, zo'n caching module. Ja. Zoals we die hebben besproken bij het Gigabyte bord. Dus dat is een hele leuke extra. Ja. Nou, we zeiden het al, we kunnen helaas nog geen benchmarks tonen, maar zodra dat is toegestaan, vind je uiteraard een uitgebreide test van deze Z77 borden en nog veel meer op hardhub.info. Dit was weer hardhub.info TV voor vandaag. We zijn iedere maandag, woensdag en vrijdag, dus tot snel weer.